Wetterschip Friesland gaat intensief controleren op het gebruik van verboden antifouling. Met het aankomende vaarseizoen in aantocht worden veel boten behandeld met de onderwaterverf. Het gaat de aangroei van algen op de onderkant van het schip tegen. Maar veel van deze verven bevatten biociden en koper en zink die slecht zijn voor het milieu. Vorig jaar hebben we geconstateerd dat bij verkooppunten van antifouling nog heel vaak niet toegelaten middelen worden verkocht. En middelen die niet op plezierboten aangebracht mogen worden. Want de bootjeseigenaren die willen natuurlijk graag dat hun boot goed onderhouden wordt. En dat ding ligt vaak zomers in ieder geval de hele tijd in het water. Dan heeft zo'n ding wel onderhoud nodig natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar er zijn tegenwoordig heel veel goede middelen die ook zonder dat ze heel bezwaarlijk zijn voor het milieu, toch een goede werking hebben. Hoe komt het dat deze producten dan toch nog wel in de schappen ligt? Ik denk dat ze ook nog verkocht worden, omdat ze een nog betere werking hebben. Want wat zijn de alternatieven? Nou, er zijn diverse middelen die gewoon wel toegelaten en toegestaan zijn om op pleziervaartuigen aan te brengen. En via websites, bijvoorbeeld Varen Doe Je Samen, kun je nagaan of het middel dat je wilt aanschaffen of dat toegelaten is. Op de verpakking staat het ook altijd goed waar het voor gebruikt kan worden, mag worden. Dus lees de verpakking heel goed en dan weet je of je het goede product koopt. En het is ook niet voor elke boot nodig om antifouling op het onderschip te smeren? Nee, dat is een beetje afhankelijk van het type schip, type romp en het gebruik ervan. Ja. Nou gaan jullie dus de boer op, zeg maar, om die bedrijven te controleren. Jullie gaan ook bij particulieren langs? Nee, we gaan met name bij verkooppunten, bij werven langs. En die gaan we controleren op het aanwezig hebben van middelen die niet toegestaan zijn. En ook op het aanbrengen, maar vooral op de verkoop ervan. Want ik neem aan dat er is een soort verboden lijst? Er is vooral een lijst met toegestaande middelen. En aan de hand daarvan kijken jullie dus of wat de betreffende leverancier in huis heeft of dat er wel of niet op staat? Dat klopt, ja. Ja. Als jullie deze middelen aantreffen bij een onderhoudsbedrijf of bij een leverancier, wat gebeurt er dan? Dan moeten ze het weer inleveren. Dan mogen ze het niet verkopen, dan moeten ze het inleveren bij de leverancier of afgeven bij een KCA-depot. En als we een bedrijf controleren waar we al eerder een overtreding hebben geconstateerd, dan krijgen ze ook een boete. Hoe hoog zijn die boetes? Rond de 2000 euro. Dat zijn flinke bedragen dus. Ja, dat wordt door de wetgever bepaald. De boetebedragen bepalen wij niet zelf, maar dat zijn flinke bedragen. Want waarom is er zo'n heftige controle op deze antifouling? Heftig. Wij controleren gewoon op naleving van regels. En deze regels worden slecht nageleefd. Er wordt heel veel constateringen gedaan van niet toegestaande middelen bij winkels en werven. Vorig jaar was het 2/3 van de gevallen was in overtreding. Het heeft ook voornamelijk te maken natuurlijk met het gevaar voor het milieu. Iets waar het wetterschip natuurlijk flink de vinger op houdt. Wij moeten zorgen dat het water schoon blijft, schoon wordt. En op dit punt controleren we ook, ja. Want wat zijn de gevolgen als er in Friesland allemaal boten rondvaren met die verkeerde antifouling erop? Nou, dan wordt het milieu verontreinigd en dat is slecht voor plant en dier. En als het veel in jachthavens plaatsvindt, als bootjes allemaal verkeerde middelen hebben, dan wordt ook de waterbodem van die jachthaven wordt verontreinigd.